Remy is acteur en bekend van onder andere de tv-serie Spangas. Wil even praten? Hij spreekt zelf ook stemmen in voor reclames en films. Vandaag kijkt hij voor ons naar Heuvelland Ziekenhuis. Een kinderserie over dieren die in een ziekenhuis werken en te zien is op Zeppelin. Is de narcose gereed dokter Ad? Deze operatie gaat erg lang duren. We moeten ze een hele tijd in slaap houden. Zijn de instrumenten gesteriliseerd? Was het een Surinaams accent? Was het de bedoeling dat dit een Surinaams accent was? Want dat, dat is het totaal niet. Ik heb echt zitten kijken en ik, en ik denk, het, het klinkt bijna India's, maar het is Surinaams bedoeld. Dus het is echt volledig de plank mislaat. Want het accent dat, is, dat, dat lijkt echt nergens op. En dat gaat vaker niet goed, vindt hij? Het is vaak een probleem omdat je dan een witte acteur hebt die dan bijvoorbeeld een zwart personage gaat doen. En dan klopt het niet. Het klopt niet qua stemkleur. En wat mensen vaak gaan doen is een heel raar accent. Wat dan. ...als donker moet klinken. En dat is eigenlijk waar het, waar het misgaat. Ik heb er twee keer zoveel nodig als anders. Ten slotte opereer ik nu twee patiënten tegelijk. Deze serie gaan we dus niet meer zien op Zeppelin. De manier waarop nelpaard Sally werd neergezet is niet goed... ...vertelt de baas van Zepp aan het Jeugdjournaal. Sommige programma's bestaan al heel lang, zoals het Heuvelland Ziekenhuis. Daar gaan we mee stoppen. Een Surinaamse dokter leek 20 jaar geleden een grappig idee... ...maar het overdreven Surinaamse accent vinden we nu niet meer passen. Uh, Ook in andere landen is er discussie over, in Amerika bijvoorbeeld. De makers van deze beroemde tekenfilmserie The Simpsons besloten dat witte acteurs geen stemmen meer mogen inspreken van gekleurde personages. For the next De Indiaanse winkeleigenaar Apu bijvoorbeeld. Er is kritiek dat hij op een discriminerende manier wordt neergezet. De komende tijd wordt er bij Zep en Zeppelin gekeken naar de stemmen van andere buitenlandse tekenfilms. We willen niet dat kinderen zich beledigd of rot voelen als ze naar onze programma's kijken. Want Zepp is er voor alle kinderen. Na alle discussies en demonstraties tegen racisme bekijken we samen met de omroepen of er dingen moeten veranderen. Of we andere stemmen gaan gebruiken. Misschien stoppen er nog wel meer series, maar dat besluiten we na de zomer. Goed nieuws vindt Remy. Ik denk dat sommige mensen het overdreven zullen vinden, maar ik vind het echt hartstikke goed. We moeten meegaan met onze tijd. Wat toen heel erg vooruitstrevend was, is gewoon niet meer zo. En als het echt niet kan, als het echt mensen beledigt, moet je er echt mee stoppen.